Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Max gooit in en Gakpo probeert te versnellen. Hij is er nog altijd, maar er wordt naar hem gelonkt vanuit Europa. Man United zou kunnen. Voorzet komt, daar is de jongen. Oh, lala, dat was al een mega kans voor de captain van PSV na nauwelijks 4 minuten spelen. Dat laat hij niet te vaak liggen. Met de voet nu weliswaar, dat is nog wat anders. Het is Veerman die hem brengt naar de perfecte voorzet in de rug van de verdediging op de slof. Het mag nu eens een goede corner zijn van Gakpo. Een beetje meer focus misschien wel. Dat is al beter. Bal blijft hangen. Sangaré trapt hem erin. 0-1 voor PSV na 36 minuten. Ibrahim Sangaré legt Ajax het zwijgen op. Ja, moet je een beetje geluk hebben. En dat had hij, dat heeft de PSV. Bal voor de voet van Sangaré. Een bal die maar niet weggeraakte. Maar niemand had de kans om hem weg te trappen, want hij viel voor de voeten van Theze. Tavernier. Was niet makkelijk om hem mee te nemen, maar Lawrence doet het toch nog. Oh, goede bal, Tavernier. Hier zit wat in. En mooie goal, Colak. Geweldig uitgespeeld. Dat is 4 op een rij voor Antonio Colak. En nauwelijks 3-4 minuten later staat gelijkmaker al op het bord. En is dit het allerfraaiste combinatie van de Rangers. Die Ajax in vuur en vlam zet. Een goede doorsteekpaas en dan goed gekeken ook van Tavernier. Ik zei, Davies doet het altijd in één tijd, zoals hij dat nu ook deed. Ja, absoluut. Nee, is top gedaan. Voilà, Sands. Dat hebben we eigenlijk nog niet gezien van hem, moet ik zeggen. Nee. Zo'n lange bal, dat is nog een goeie, no? Bij Tavernier, een goeie bal voor Colak. En Colak trapt, er is een parade nodig van Benitez. Kijk, je hebt maar 3 seconden nodig om aan de overkant te geraken. De lange bal van Sands. Tavernier en Colak. En Benitez aan het werk gezet. Goede timing van De Jong. En daar Saibari. Dat scheelt niet te veel. Een typisch Luc De Jong moment. Max met Gakpo. Daar is hij weer. Kan voetballen met Saibari. Het moment van Saibari. En ook het moment van McLaughlin. Lawrence lijkt wel alsof hij met een vlottende bal van afstand gaat uitpakken. Daar is er één. Oh, flater! Oh, Benitez. Hij is erover geweest, hoor. Ja. Oh, flater Benitez. En ineens staat Rangers FC op voorsprong. Met wat eigenlijk toch een volstrekt onschuldige bal was. En een nachtmerrie voor de nieuwe doelman bij zijn nieuwe club. Glipt hem van tussen de handen. Dat kan iedereen wel eens gebeuren, maar liefst niet daar en op dat moment. Eerste corner met Gakpo in het slotkwartier. Daar is De Jong. Nee, het is niet De Jong, het is Obispo, denk ik. Ja, Obispo kopt hem er geweldig in. 2-2. En Ajax valt weer helemaal stil. Ja, beter kan je niet koppen. Twee corners, 2 keer prijs.
Veerman met Saibari. Deze beetje rondtikken. Dat is wat Gakpo ook voordoet. Gutierrez, mooie bal binnendoor. Daar is Max. En oh, goede parade van McLaughlin. Dan nog eens afleggen voor Gakpo. Niet zelf proberen. Maar goed, had hij heel dat overzicht nog moeten hebben. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en Takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.